Simon Carmichelt. Ah, deze. Nou, dat is een mooi sluitstuk. Hey. Een allerlaatste toegift dan. Ja, dit is echt de allerlaatste. Alleen. Duurt hier wel vijf pagina's lang. Ja, het gaat niet meer op. Maar dat is, dit kennen wij op muziek van Raymond van Veen. Oh. En dat heet Later. En Kitty gaat door met kaart. Oh. Later gaan we naast elkaar wandelen op de Overtoom. Drinken zoete melk met room, strijken door ons grijze haar. Zie je ons daar samen lopen, naast elkaar, zo diep bedaard. Jij een lieve oude taart, ik nog kras, dat is te hopen. Maar al worden we ook wrakken, al dat vreselijke snoeven zal tenminste niet meer hoeven. Gaar of muf, we zijn gebakken. En we zeggen, kijk, de tram, of hoor jij die vogel zingen? Al die nutteloze dingen, want het hoeft niet meer ad rem. En het hoeft niet meer zo rap, want we moeten nergens heen. Och, we wonen toch alleen maar in zo'n rothuis met een trap. Ik beloof je dat ik dan heel attent zijn aan zal leren. En ik zal ook vaak proberen of je nog wel lachen kan. Lachen als een oude dame die haar zegje heeft gezegd, die als ze wordt afgelegd zich voor niemand hoeft te schamen. Wel, 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 zo zal het gaan. En we sterven heel bedaard op een donderdag in maart. Tegelijk, daar hecht ik aan. En als onze aardse last met de wereld gaat vergroeien, zal uit jou een bloempje bloeien. Een viooltje, dat staat vast. Wat lief. Ja.